Nou, tweede poging. Het is wel een gedoe elke keer met de Facebook. Ik snap ook niet waarom het elke keer misgaat. Nou, nu hebben we weer een gedraaid beeld. Nou, dat weer. Terwijl dat ik hem zelf wel recht heb. Gaan we even kijken hoe we dat ook kunnen lossen. Dat ben ik zelf. Hallo, hallo. Dan gaan we het even anders doen. Nou, even zien. Dan gaan we het zo proberen. Kan ik dit inzoomen? Nee. Nou, even kijken hoe het zo gaat. Dan het beeld draaien lukt dus niet. Maar om te voorkomen dat jullie allemaal een stijve nek hebben morgen, doen we het even zo. Hopen dat dit zo gaat lukken. Even kijken, ja, nou kan ik mezelf ook zien. Dat is wel handig. Nou, goedenavond allemaal. We beginnen weer eens met een gezellige storing. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga beginnen om jullie te laten zien hoe je een achtergrond kan maken met de landscape shape van Dutch Doobadoo. Nou is het normaal een mooi lang velletje, maar ik heb ze even geknipt. Ik zal straks even uitleggen waarom. En daar kan je dit soort kaarten mee maken. En ik laat even zien hoe je met dit stukje stempelblok van CC Design, een mirror stamping blok, hoe je daar met spiegelbeeld mee kan stempelen, zodat je bijvoorbeeld een hertje en bomen in het water kan krijgen. Nou, wat ik altijd heel graag gebruik als basis is het mixed media papier. Waarom? Omdat ik dit eigenlijk voor allerlei doeleinden kan gebruiken. Kijk, Angela, zo heb je ons toch gevonden. Valt eigenlijk nog wel weer mee. Als basis heb ik de mal, de XL flag van Dutch Doobadoo genomen. En daar teken ik eerst mijn basiskaartje uit en ik neem in dit geval even de kleinste maat. En dat tekenen, dat doen we weer met een zacht potlood, zodat je bijna niet hoeft te duwen, zodat de delen van de mal, het plastic, niet verschuift. Nu is dit een hele strakke, dus je kan werken met een lineaal en een mesje. Je hoeft hier niet veel van te knippen. Deze zal ik even uitsnijden. Ik begin echt helemaal vanaf nul met de voorbeelden te werken. En dan deze kan ik ook wel even zo doen. En deze nog even. Zo, nou, dat is de XL flag. En XL, deze is op dit moment van het maken, heeft hij een afmeting van 19 centimeter. En dat is de kleinste maat. En hij is 9,5 breed. Dus dat is de kleinste maat. Nou, wat ik dan ga doen, ik ga er een landschap op maken. En daarvoor heb ik de landscape shape art, of de landscape stencil, heb ik aan stukjes geknipt. Het zijn vier strookjes. Die zitten in een langwerpig formaat, zoals je normaal de masks en zo koopt. Maar ik vind het handiger om ze los te gebruiken. Dus ik heb ze van de basis afgeknipt. Ik heb er even een gaatje in gedaan. En een ringetje erdoor. Want misschien komen er nog wel meer. Of ik weet haast wel zeker dat er nog wel meer komen. En dan kan je ze mooi bij elkaar bewaren. Nou, ik begin wat ik zelf altijd wel leuk vind met de hoogste berg.
Dit hoeft natuurlijk niet. Je kan ook een kleinere berg nemen. Maar in dit geval begin ik met de hoogste berg. En we hebben ook een watertje, een meertje. En die loopt dus horizontaal. En die wil ik hier ergens maken. Wat ik dan doe is, ik neem een stukje masking paper. Daar knip ik een strookje af. En dat strookje, dat wordt mijn scheiding van het water en de bergen. En ik gebruik daarvoor masking paper, omdat het lekker vastplakt. En je kan het verwijderen en eventueel nog weer opnieuw gebruiken, maar dan zit het lekker vast. Kijk, nou mis ik één ding. Mijn plankje moet er nog onder. Zo. Die plak ik vast. Dus het gedeelte wat onder het masking tape zit, blijft dus wit. En daar ga ik dus straks het meertje op maken. Nou, dan pak ik een deel van de landscape. En die leg je met de open kant, de berg, en de gladde kant, de rechterkant, naar boven. En dat wordt dan de eerste berg die ik maak met een beetje een bruinige tint. En ik vind zelf de Rusty Hinge wel erg mooi. En dan ga ik steeds donkerder. Nou, ik neem nu de Rusty Hinge en een dabbetje. Ik vind zelf eigenlijk bij dit soort dingetjes de kleine dabbetjes wel handig. Dan heb je iets meer stuur als met een grotere. Nou, je houdt je stencil vast. En dan ga je vanaf de stencil ga je je papier voorzien van kleur. En vind je het nou leuk om ook, net zoals bij deze kaart, wat mistbanken bij de berg te laten zitten, dan maak je hem dus een beetje met zacht draaiende rondjes. Geef je er wat mistbanken aan. Ik noem het maar mistbanken. Ik vind dat altijd wel leuk als er in de bergen wat mist hangt. Dan haal je je masker af. En deze, die ga je ook nog weer maken uit het masking paper. Het is dezelfde als waar we nu de bovenkant van de berg mee gemaakt hebben. Dus je pakt even weer het masking paper. Teken dan even met een potlood erlangs. En je hoeft het eigenlijk niet eens helemaal te doen. Maar dat is straks om de lucht te maken. En er komt nog een zon. En die zon die moet achter de berg in plaats van over de berg. Dus je tekent even langs de landscape. En die knip je uit. Maar je moet even nadenken dat je straks het deel wat je nodig bent, het tegenovergestelde deel is. Maar goed, ik zal het even makkelijk laten zien door een strook ervan te knippen. Die strook, tekening, die ga je precies over de lijntjes uitknippen. Want daar moet je straks je eerste berg mee beschermen. Even kijken, die nog. Zo. Want je bent eigenlijk positieve en negatieve dingen nodig. Dus wat je nu eraf knipt, ben je eigenlijk ook weer nodig. Maar dat leg ik straks even uit. Dat komt allemaal goed. Ik ga nu de berg dus even uitknippen. En wat je gedaan hebt, ik zal even die er weer bij halen. Je hebt die berg gemaakt, maar knip je nou die berg uit het masking paper, dan zul je zien dat die niet past, omdat je hem zo hebt gebruikt. Oh, sorry, zo. Maar die berg moet ik beschermen, dus ik moet deze hebben.
want dan kan ik hem afplakken. Nou, dat is alvast weer een stapje verder. Ik loop ietsjes door. We gaan nu de tweede berg maken. Maar dan hebben we deze... het eerste deel hebben we dan gehad. Dan pakken we een tweede deel bergen. Die leg je dus weer op zijn kop. En dan kan je hem iets over de witte rand leggen die je hier hebt, zodat je wat mist krijgt. Je zou hem ook strak kunnen leggen, dat alles meteen een kleur krijgt en dan heb je er geen witte mistbanken tussen. Maar ik vind het zelf altijd wel leuk dat er ietsjes een mistbank zit. Je kan hem ook zo neerleggen of zo, maar altijd op zijn kop, zeg ik eigenlijk. Nou, dan neem je een kleurtje donkerder. Even zien, we hadden nu de Rusty Hints, dan neem ik nu de Brust Corduroy. Even een dabbetje erbij. En dan doe je weer hetzelfde als wat ik net heb gedaan. Je maakt dus je tweede berg. Wil je nu wat mistbanken, dan draai je die een beetje mooi rond. Dat je dus geen gestreepte mistbanken hebt, maar mooie wolkachtige mistbanken. Nou, die halen we eraf en dan zul je zien dat je al een deel van je achtergrond klaar hebt. Even een papiertje pakken voor mijn masker een beetje af te vegen. Ik heb mijn billendoekjes iets te ver weg, dus ik doe het maar even met een droog doekje. Nou, dan hebben we nog het laatste deel, dus dan kies ik weer een andere berg. Die leg je er weer op. Wil je mistbanken, dan leg je hem wat lager. Wil je geen mistbanken, dan leg je hem echt over de andere. Dan neem je nog donkerder. In dit geval neem ik maar een vintage foto. Dan neem ik ook even weer een donker dabbertje. En dan gaan we weer hetzelfde doen als wat ik net gedaan heb. Van boven naar beneden gaan we hem kleuren. Ik kan ook nog zeggen van ik wil nog een berg, dan doe je de vierde ook nog. Maar ik hou het vandaag bij 3. Dan kan ik dus helemaal door tot aan de afgeplakte lijn die je hier met de masking paper hebt afgeplakt. Nou, die kan er ook af. En zo heb je al een leuke set van 3 bergen. Nu wil ik daar ook nog een zon bij. En dan komt dus het papiertje van pas die we net hebben gebruikt, van het masking paper. Die plakken we even over de eerste berg. Even het beschermlaagje eraf. En dan plak je die daar overheen. Zo. En dan neem ik de volgende set, dat is de Sky, ook van Dutch Doobadoo. Dat zijn vogeltjes, zonnetjes en maantjes. En deze die zit normaal hierin, die knip je eruit. Even met een plakbandje bewaar je hem op je mask, op je sheet. En dit wordt dan je zon. Die zon die kan je overal achter plaatsen. En ik doe hem vandaag hier zo. Lijkt me wel leuk. Iets achter de berg. Dus je legt hem iets over de berg, dat je de berg nog kan zien. Dan neem ik een scattered straw. Als kleur voor de zon. Je kan natuurlijk ook een maan maken. Dat kan ook. Dan neem je ook een iets donkerder tintje geel. Maar ik ga vandaag voor het zonnetje. En ook die neem ik weer met mijn dabbetje, zet ik hem rond over het deel masking paper en door het stencil. Dan haal ik het stencil eraf. En zul je zien dat er een zon is ontstaan. Maar er zitten ook wolken om de zon.
Dus we dekken de zon af. Nou, dan zit er nog het rondje bij wat je hier dus uitgehaald hebt. Oh, dan moet ik even hier uitgehaald hebt. Die plak je even over de zon die je net gemaakt hebt. Dan zul je zien dat die er niet helemaal in past, omdat de snijrand van de mal, ja, dat kan niet anders. Die moet gesneden worden, dus hij is iets kleiner. Wil je nou helemaal perfect gaan werken, dan kan je deze eventueel ook uit masking paper doen. Maar bij mij zul je zien dat er straks een waas om de zon komt, zodat het net is of die wat schijnt. Dus ik vind het niet zo erg. Dan kies ik een blauwe kleur voor de lucht. En dan neem ik voor de, hoe heet die ook alweer? De Tumbled Glass. Vind ik op zich wel een mooie kleur voor de lucht. En dan pak ik even een doekje erbij. Gewoon een stukje keukenpapier. Een klein propje maak ik ervan. Dan ga je met de Tumbled Glass de wolken maken. Maar wolken zijn wit. Dus je maakt geen wolken, maar je maakt eigenlijk de lucht naast de wolken. En dan zet je gewoon je dabber op je papier en dan sla je stukjes over. Van daar wil ik een wolk. En dan neem ik een klein stukje keukenpapier om het wat uit te vegen. Hier wil ik ook nog iets lucht en een wolk. Veeg ik ook weer iets uit. Dan wordt die net wat, ja, wat rustiger. Dus je maakt geen wolken met blauw, maar je maakt de lucht met blauw. Nou heb ik de Tumbled Glass ook net gevuld, dus hij is vrij nat. Dus ik kan hem ook mooi wat uitpoetsen. Denk er wel aan, als je met de Tumbled Glass over het geel gaat, dat je groen krijgt. Dus ga met de blauw naar de zon toe en niet van de zon af. Want anders gaat het zich mengen. Nou vind ik mijn lucht wel oké. Dus ik stop ermee. Dan mag alles eraf. Zowel je cirkeltje, die plak je weer op je sheet. En het masking tape mag eraf. Kijk, en omdat die dus de berg beschermd heeft, zit nu de zon achter de berg. Dit kan je eventueel gewoon bewaren. Ik ben dan weer niet zo'n muts die dat doet. Maar je kan dit gewoon bewaren. Even in een sheet plakken en je kan hem zo weer voor je volgende creatie gebruiken. Nou, dan hebben we nu dus onze bergen met zon. Er zitten ook vogeltjes op. Vind ik erg leuk. Je kan ze die kant op laten vliegen of je kan ze die kant op laten vliegen. Je kan ze ook beide kanten op laten vliegen. Je kan ze ook helemaal niet laten vliegen. Maar ik vind dit altijd wel leuk als die ook mee mogen doen. En dan kies ik er zo voor dat die ook voor de berg langs vliegt. Dan neem ik wat zwarte distress inkt. Dit kan trouwens ook met andere zwarte inkt, maar ik heb hier nu allemaal distress inktjes en een dabbetje. En dan maak je de vogeltjes. Gewoon een beetje duwen in die openingetjes. Zodat er vogeltjes ontstaan. Nou, die mag er weer af en dan zul je zien dat daar wat vogeltjes langs komen vliegen. Altijd gezellig. Sorry, ik ben een beetje schorrig aan het worden. Maar ga gewoon door. Dit is de basis van je landscape. Maar nu vind ik het leuk als er nog een watertje bij komt. Ik haal nu mijn scheidingslijn eraf. En dan zul je zien dat de rest is mooi wit gebleven. En die scheidingslijn die kan je weer hier plakken. Want nu mag je de rest niet gebruiken. Wat ook wat het water wordt. Zo. Nou, het water maak je met een blauwe kleur. En daarvoor kies ik Salty Ocean. En een dabbetje. En water is ook nooit mooi strak.
Maar beweegt vaak een beetje. Tenzij je een foto maakt met lange sluitertijd, Astrid, dan heb je heel mooi strak water. Maar ik ga hem dus echt aanbrengen door heen en weer over mijn papier te vegen. Dus ik neem Salty Ocean en ik ga losjes over de kaart vegen. Ik denk dat jullie het wel kunnen horen. Kijk, dan krijg je een beetje een figuur in het water. Een beetje een spiegeling. Sorry. Nou, dit onderste deel worden toch weer oevers. Dus dat hoeft niet helemaal tot aan beneden. Dat was een deel van het neertje. Dan haal ik mijn beschermfolie er weer af. En dan is er al een heel leuk landschapje ontstaan. Wat ik dan nog weer leuk vind, is om ook de berg even wat te laten spiegelen in het water. Dat doe je als volgt. Je neemt de berg die je als laatst gemaakt hebt. Kiept hem voorover. Zodat hij echt spiegelbeeld krijgt. Dan neem je een beetje een lichtbruine inkt en ga je hem heel voorzichtig wat aanzetten. Een klein beetje. Ik moet even een slokje water. Het wordt droog in mijn keel van het praten. Klein beetje aanzetten, niet te veel. En dan kun je zien dat er al een soort van schaduw in je water is ontstaan. Nou, dan gaan we nog een stapje verder. Want we hebben ook nog een oever. En dan kies ik deze voor. Vind ik wel leuk voor oever. Nou, die oever die kan je er schuin op doen. Je kan hem ook in twee keer erop doen. Dat je eerst die kant doet, dan die kant. Je kan hem recht doen. Ik doe hem een beetje schuin. Vind ik wel leuk. En dan neem ik daarvoor een zwarte. Je kan ook een hele donkerbruine nemen. Maar in dit geval neem ik zwart. Oh, moet ik hem wel vast al. Een zwarte. Je kan het ook even vastplakken. Maar denk er wel aan, als je hele vochtige vingers hebt, dat distress inkt gaat afgeven. Dus als je het goed wil vasthouden, neem dan even een doekje die je op je werk legt. Nou, ik zie dat mijn zwarte inkt ook een beetje gevuld moet worden. Maar goed, het is zwart. Halen we die eraf en zo hebben we een oever. Dat kan je natuurlijk ook heel donkergroen maken, is ook mooi. Nou, dit is alweer een deel van je basis. Nu gaan we nog even kijken naar de spiegeling van de vogeltjes. Ik vind het wel leuk als je die ook nog iets kan zien spiegelen. Ik pak even een billendoekje erbij. Zo. Want voor de spiegeling ben je dus weer het tegenovergestelde nodig. Ik had deze drie vogeltjes. En die draai je dus weer op zijn kop. Oh, is nog een beetje nat. Op zijn kop. En dan moet je ongeveer even kijken van, nou, daar ongeveer vliegen mijn vogeltjes. Die doe ik dan niet in het zwart, maar een beetje in het bruinig, omdat het wat weer spiegelt in het water. Niet te veel, klein beetje. Als je ze zwart zou doen, dan is het net of de vogels zelf zijn, in plaats van het spiegelbeeld. Nou, kijk, nou zie je al mooi dat die vogeltjes in spiegelbeeld daar rondvliegen. Ik zal het even wat optillen, zodat jullie het beter kunnen zien. Even kijken. Zo lukt het denk ik wel. Valt ook niet mee allemaal zo met alle licht en inval en dat soort dingetjes. Blijft het een beetje lastig. Ik hoop dat het zo te zien is. Ja, ik laat ze weer vliegen. Ja, klopt. Nou, dit is al een deel van deze kaart. Ik heb ietsjes anders gemaakt als het de basis. Maar het gaat om hoe het werkt.
Dan heb ik hier nog een paddenstoel opgeplakt en hier zit een elfje. En dat elfje dat heb ik met de mirror stamping blok gestempeld. Dan ga je dus echt stempelen in spiegelbeeld. Nou, dan gaan we even mijn rommeltjes aan de kant leggen, want die ben ik niet meer nodig voordat alles onder de inkt zit. Even mijn dabbetjes wegzetten. En dan pak ik mijn Tim Holtz erbij. En wat ik dan doe is, ik zet eerst de basis. Het elfje. Even een elfje. Je hebt diverse merken elfjes. Ik geloof dat Nelly Snelle wel elfjes heeft. Of engeltjes. Nee, elfjes. Elfjes zijn. Die laat ik ook vliegen. Alleen die vliegt nu de verkeerde kant op. Dat vind ik dan weer niet zo mooi met die vogeltjes. Eigenlijk moest die zo. Even kijken of ik die andere hier nog heb liggen. Even zien. Deze die gaat die kant op. Dat vind ik wel leuk. Nou, mevrouw Elf die mag daar. Ik draai even mijn platform om. Want ik heb nu een clearstempel. Deurtje dicht. Deurtje open. Dan beinkt ik hem in dit geval met Versa Fine. Die stempelt mooi zwart. Omdat ik er verder toch niet meer overheen hoef te vegen, neem ik wel Versa Fine. Als ik weet van, oké, ik moet nog met mijn andere inkt aan het vegen, dan neem ik liever Stazon. Dan weet ik zeker van, oké, hij is veegvast. Nou, hij moet nog ietsjes. Een klein beetje daar nog. Nou, nou hebben we een elfje. Nu is het leuk als het elfje dus ook in spiegelbeeld zit. Dan ga je dus even proberen andersom te denken. Dan maak ik hem eerst even schoon. Met mijn favoriete doekje. En dan wil ik hem graag hier ongeveer hebben. Nou, wat ik dan doe is dit stempelblok doe ik in mijn Tim. Dan draai ik hem wel even om, want het is een rubberstempel. Het is erg leuk. Heel leuk om spiegelbeeld te stempelen. En het kost maar iets van 5, 6 euro. Laat ik maar zeggen 6, ik weet niet precies. 5,95 of zoiets. Die plak je op je deur. Ik hoop dat dat een beetje te zien is zo. Nou, dan is het even mikken. Deze die moet dus daarop gestempeld worden. Oh, dan ben ik helemaal uit beeld. Even kijken, zo. Ik haal dan mijn magneetjes er even af. Nu komt het. Even goed opletten. Dit stempeltje ligt dus nu met zijn rubberen kant, met de plakkant, naar beneden. Die hou je even vast op de plek waar die ongeveer moet. Trek je je kaart eronder weg en plak je hem in je stempelhulp. Dan ga je hem beinkten. Ik zit hem te denken, heb ik hem nu goed om liggen? Ja. Beinkten, deurtje dicht en dan zul je zien dat hij dus op het blok gestempeld wordt. Dit herhaal je even een paar keer, dat hij goed beinkt wordt. Zo, en dit is echt wel iets om met Versa Fine te doen, want die blijft mooi lang vettig. Die stempelt lang. Even die plank eronder weg. Zo, dan wil je maar een mooie roze snijmaat zien. Nou zit dus de stempel op de mirror stempel. Dan kan deze eraf. Even schoonmaken. Ach. Dat is helemaal een beetje vies van het gebruik. Leg ik deze weer terug in de stempelhulp. Zet hem even vast.
En dan doe je je deurtje weer dicht. Even kijken. Ik zal het duwen. En dan zul je zien dat je een spiegelbeeld stempelafdruk krijgt. En een spiegelbeeld is nooit helemaal perfect. Want het is een spiegeling in het water en die zal nooit, nooit heel perfect, helemaal perfect zijn. Maar zo kan je dus je ene stempel ook in spiegelbeeld maken. Nou, kukkel maar om. Nou, dan kan je eventueel nog zeggen van, goh, ik wil die paddenstoel er nog op. Zal ik dat nog even doen, die paddenstoel erbij? Ja, is wel leuk, hè? Duurt niet zo lang, is erg leuk. Pak ik even weer een stukje van het papier wat ik gebruikt heb, van de Mixed Media. Dan stempel ik hem dit keer met een embossingpoeder. Dat kunnen we wel eens doen. Nou, deze kan eruit. Dat gaan we straks nog een keer gebruiken. Dan moet ik hem omdraaien, want ik heb nu weer een clearstamp. Leg hem in het hoekje. Dan weet je van, oké, daar heeft hij gezeten, mocht ik nog een keer willen stempelen. Dan beinkt ik hem met Versa Magic. Versa Magic is in drie kleurtjes. Je hebt gewoon de blanke, je hebt de Dazzle Frost en je hebt de Champagne. Even kijken of ik die hier heb liggen, de Champagne. Ja, kijk, de Champagne is dus wat champagne kleur. En de Dazzle is normaal gesproken wit met een beetje glitter. Maar die is bij mij al zo vaak gebruikt, die wordt inmiddels grijs. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, de glitterwitte vraag mij niet, want ik zou het echt niet weten. De glittertjes die erin zitten, die zie je eigenlijk niet meer terug in je werk. De champagne kan ik me daarentegen nog wel weer voorstellen. Champagne kan je zien als je een afdruk maakt. En de standaard is dus helemaal blank. Die kan je dus bijna niet zien. Maar werkt ook perfect. En het glimt een beetje, dus heb je goede verlichting, dan is het wel te bekijken. Ik beinkt dan met de Versamark inkt de stempel. En het is gewoon een beetje een plakkerige stempelinkt. Dan beinkt ik mijn papier daarmee. En omdat deze dus wat zilver is, de Frost Dazzle, zou je hem een heel klein beetje kunnen zien dat hij dus op het papiertje gestempeld is. Ik denk, ik weet niet of jullie het wel kunnen zien dat er wat op zit. Maar goed, er zit echt wat op, geloof me maar. Dan neem ik even een embossingpoedertje. In dit geval heb ik hier zo bij de hand een glitter met zwart. Ik heb geen idee welke hoek eraan kom. Daar bestrooi ik dan de paddenstoel even mee. Nu zien jullie dat er naast de paddenstoel ook diverse glittertjes zijn gekomen. Dat kun je verhelpen door hoe noem je dat ook alweer? Antistatic te gebruiken. En antistatic is in zakjes, maar ik heb nog een potje. Er bestaan dus ook zakjes, die veeg je eerst over je papier. En dan maak je het papier eigenlijk een beetje antistatisch. Het ruikt ook nog lekker. Maar omdat de paddenstoel toch uitgeknipt wordt, is het voor mij niet zo erg dat er wat naast zit. Nu ga ik hem even verhitten. Dan smelt dus die embossingpoeder weer in de Versamark inkt. Dus ik ga weer even een beetje lawaai maken. En zo gauw als je ziet dat de embossingpoeder gaat smelten, dan begint het wat te bewegen, zeg maar. Dan schuif je je heattool verder. Want als je er te lang op blijft met de heattool, dan brand je het min of meer dood en dan krijg je geen mooie glans. Nou, embossingpoeder bestaat in 1001 kleurseltjes. Je hebt ze met glittertjes, je hebt effen, je hebt, nou ja, noem maar op, heel veel kleurtjes. Die daar weer aan.
Nou, mijn paddenstoel vind ik leuk als daar een kleurtje op zit. Ik kies een beetje voor een paarskleurtje vandaag. En een dabbetje. En dan geef ik hem een beetje kleur. Hij heeft een raampje, dus het raampje daar doe ik een beetje een gele kleur in. Zo. Een beetje geel voor zijn lichtje. Dan zijn de bewoners thuis in de paddenstoel, want het licht brandt. En dan knip ik die paddenstoel even uit. Dus daarom was het ook niet zo erg dat er wat embossingpoeder langs de stempelafdruk kwamen. Maar normaal, als je echt mooi wil embossen met embossingpoeder, dan zou ik aanraden om even een anti-static te gebruiken. Dat je dus je papier wat minder statisch maakt om er... niet je embossingpoeder aan te laten plakken waar je het eigenlijk niet wil. Kijk, maar zoals nu maakt het niet uit, want ik knip het er toch af. Het is wel zo dat ik nu wel die korreltjes kwijt ben, hè. Die had ik anders nog weer voor mijn volgende project kunnen gebruiken. Maar goed, neem aan dat Janine heeft nog genoeg in de winkel. Nou wil ik het een beetje snel doen, want anders dan... wordt het zo'n langdradig verhaal. En ik wil jullie nog een stukje laten zien van de stempel, de mirror stempel. Nee. Volgende keer knip ik die dingetjes wel mooi uit. Dit is even om de kaart af te maken. Nou, die paddenstoel die kan je er ook weer bij plakken. Ik vind het wel leuk dat die dan wat hoger op ligt. Dus ik neem een stukje foamtape. Die plak ik achter de paddenstoel. Dan komt die wat hoger op de kaart. En kunnen de paddenstoelen, of de paddenstoel, kunnen de kabouters natuurlijk ook makkelijker naar binnen. Dan kunnen ze via de achterdeur. Nou, die doen we ja, hier zo. Zo, nou heb je zo al een hele leuke kaart met een landschap. Je kan er natuurlijk nog tekst op doen. Je kan er nog andere paddenstoeltjes bij maken. Laat je fantasie los. Beppie Vekken, de schaar waar ik het foam... Hoe heette die schaar nu... voor dat foam knippen. Nou, ik gebruik op dit moment gewoon een Joyce kaartje. Maar je hebt ook de Tim Holtz schaartjes. Die van Tonic. Die hebben een soort, ja, een stukje kartel zit erin. En daar kan je heel mooi stempels mee knippen die je wilt mounten. Dan, daar zit heel veel lijm aan. En daar zijn deze weer heel geschikt voor. Grote en kleine. Ik geloof dat er ook nog een nog grotere is, maar... ik gebruik eigenlijk het vaakste kleine, maar voor mijn gewone knipwerk neem ik gewoon de, het Joyce gaatje. Nou, dat was even talkpoeder zie ik hier. Nou, ik zou het niet doen, want talkpoeder is naar mijn idee te dik. Want het blijft natuurlijk wel iets op je kaart zitten en talkpoeder wordt een witte waas. Dit is heel fijn... ja, heel fijn spul eigenlijk. Talkpoeder lijkt mij wat dikker. Er is ook een zakje. Er zit een, ja, een soort stoffen zakje. En dan veeg je mee over je papier. En dan komt ook, ja... een of ander heel fijn poedertje komt er dan uit. Wat je kaart dus beschermt. Dat die niet zo statisch is. Dat alle embossingpoeder eraan blijft zitten. Maar talkpoeder, ik zou het niet adviseren. Nou, dan had ik nog een kaartje en dat was deze. Dan laat ik dus nog een keer even wat zien over het, hoe heet dat? Over het mirror stamping, met een mooi woord gezegd. Even een beetje pan ruimen, want inmiddels heb ik al meer gepakt dan dat ik eigenlijk van plan was. Goed, ik zet mijn inktjes klaar.
die ben ik niet meer nodig. Nou, deze kaart pak ik weer een stuk mixed media papier. Mijn favoriete papier. Ik heb al heel wat boekjes van versleten. Ik gebruik het voor stempelafdrukjes inkleuren. Voor oxide inkt, voor distress inkt. Nou, noem maar op. Allerlei soorten inkt en verf en van alles en nog wat kan je daar op werken. Het is ook mixed media, dus gemixte producten kan je gebruiken. Nou, ik heb hier nu een kaartje van 9,5 bij 14,5. Want dan wordt de basis 10 bij 15. Gewoon een simpele basiskaart. Ik neem even weer mijn plankje, want ik ga weer met inkt aan de gang. Oh kijk, Goodbye Static heet het. Gelukkig is Janine er nog, die mij even helpt met alle namen van alle producten. Want er zijn zoveel producten op de markt, dat ik soms alle namen niet weet. Even kijken, dan moet ik ergens, heb ik mijn mijn maskeerpapiertje. Nou, ik neem weer een rechterkant van het maskeerpapiertje. Knip daar een strookje af. En dan maak je weer een scheiding. Wat ik net heb gedaan met de kaart. Je maakt de scheiding van water en oever. Nou, ik wil ongeveer iets boven het midden. Oh, de rechterkant gebruiken. Iets boven het midden wil ik mijn oever. Ik kan het nog niet mooi zien, maar zo. Nou, dan nemen we weer een bergje. Maar in dit geval wordt het een oevertje. Dus ik neem een niet de echte bergen, maar het deel wat het minst hobbelt. Laat ik het zo maar even noemen. En die leg je dus weer op zijn kop. Ja, ik vind dat ze eigenlijk een beetje op zijn kop zijn gemaakt. En dan neem ik een beetje bruin. Even kijken, waar is mijn... Ja, een beetje vintage foto neem ik. En dan maak ik een oevertje. Even kijken. Zo, hij wordt niet te hoog. Hij komt ook niet helemaal. Kijk, als je nou moeite hebt om het vast te houden, dan kan je dit ook even vastplakken met een stukje tijdelijk plakband. Van, dit is van Marianne Design. Erg handig. Dan plak je hem even vast. Kan je er zo weer afhalen. Nou heb je een klein oevertje gemaakt. Zo. Even weer een slokje, want het wordt hier een beetje droog in mijn keel. Zo. En bij die oever heb ik wat bomen gestempeld. Nou, er zijn heel veel diverse stempels met bomen. En die stempelen we weer even met de stempelbuddy. De stempelhulp van Tim Holtz. Ik plak hem even vast, want dit laat ik nog mooi even zitten. Dan pak ik een boom. En die ga ik stempelen met de zwarte inkt. In dit geval heb ik weer de VersaFine, maar dit kan je ook met Stazon of met... ik ben even de naam kwijt. Met de Dewdrops van Memento. Dat maakt niet zoveel uit. Nou, dan hebben we boom 1. Even weer mijn stempjummy. Dan heb ik nog een boom 2. Kijk, en omdat het papier hier zit, kan je dus over de rand stempelen. Hè? Je beschermt toch je onderkant. Want ik wil deze boom niet helemaal, maar alleen een klein puntje onderin. Zo. Nou, die kan je ook beinkten. Je hoeft dan ook niet de hele boom te beinkten, maar alleen het bovenste gedeelte. Even duwen en dan, ja,
Nou, dat is boom 2, althans een deel van de boom. De rest van de boom zit onder water, zullen we maar zeggen. Nou, naast de boom staat een, in dit geval heb ik een hetje. Ik heb wat oudere stempels, die volgens mij niet eens meer leverbaar zijn. Maar het gaat even om het laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het hetje. We stempelen het hetje maar in bruin, denk ik. Anders wordt alles zo zwart. Even kijken, dan heb ik bruin. Waar is mijn bruin? Oranje. Nou, oranje het vind ik ook niet zo mooi. Waar is mijn bruin? Ja, toffee. Dan, we nemen toffee. Een toffeekleurig hetje. Moet kunnen. Die stempelen we aan de oever. Op de oever. Nou, is wel heel lichtbruin, maar is nog een jong hetje. Hè? Die zijn wat lichter bruin van kleur. Overal weer een antwoord op te vinden, maar... Oké, nou, dit is dan je basis van je kaart. In dit geval dan met bomen en hetjes. Die halen we er weer uit. En dan mag deze eraf. Kijk, zo heb je een klein oevertje gekregen. Dat oevertje, dat plak je weer af met een smalle strookje, want je moet wel even ongeveer zien waar, hoe heet dat, waar de boom en zo zit. Dus ik neem in dit geval een smalle strookje. Die plak ik er overheen. Nou, heb ik net een stukje zonder voorgesneden. Achterkant, maar komt goed. Komt eraan. Dan plak je even wat je net gemaakt hebt, plak je weer even af. En je kunt er trouwens ook doorheen kijken door het papier, dus zo'n ramp is het niet. Nou, dan leg ik hem op de 2,5. Maar ik plak hem vast, dus nu hoeft hij niet exact in het hoekje te liggen. Ik zie het niet meer. Ik zag net iets voorbij komen over een stempeldoekje. Maar ja, de Lanfown is dat. Dankjewel, Ilona. Of wie zegt... Ja, Ilona. Nu gaan we dus het spiegelbeeld stempelen. Maar ik moet eerst het water maken. Nou, dat doe ik weer met een blauw en een tumbled glas. Oh ja, Slimpy heeft hem dus nu al in de dingen gelegd. Dan haal ik er nog even weer uit. Want ik hoef nog niet te stempelen. Ik moet eerst mijn water maken. Water maak ik weer, wat ik dus straks ook deed. Lekker snel zo een beetje heen en weer. Dat het niet te strak wordt. En er mag best wat witte lijntjes tussen zitten. Zo, en nu heb ik een heel nieuw gevuld inktpadje, dus ik poets hem ietsjes na, want anders is die zo nat. Nou mag die in de stempelhulp, plak ik hem in. Hij hoeft nu niet exact in de hoek, dat ik niet weet waar ik, dat ik onthoud waar ik ben geweest, mocht het plakken. Mocht de stempel het papier meenemen, maar ik plak hem op de 2,5 inch. Zet hem ook even vast. En dan wil ik het hertje wil ik als schaduw hebben. Dus die leg ik met zijn plakkant naar beneden. Tweeënhalf. Even onthouden. Tweeënhalf. Plakkant naar beneden. Dan... Til ik, hoe heet dat? Dan moet ik het wel goed uitleggen. Til ik de stempel iets op. Haal ik het papier eronder weg. Nog even één keer overnieuw. Zo. Plak hem daarop. Neem ik weer mijn... hoe heet dat? Het platform doe ik de deur weer andersom. Dat je weer met een rubberstempel werkt. Dan plak je deze aan de binnenkant van je deur. Zo kunnen jullie het geloof ik zien, hè? Daar
doe je het stempel. Dan kom ik helemaal uit. Met als stampingblok doe je aan de binnenkant van de deur. En deze, die plak je dus in de stempelhulp waar je het spiegelbeeld van wil maken. Nou, die beinkt je in dit geval met een bruine inkt. Want we hadden een bruin hertje. Deurtje dicht, deurtje open en dan zit het op de mirrorstamping. Dit herhaal je nog een keer dat er goed inkt op zit. Deurtje weer dicht, deurtje weer open en dan zit hij dus op de mirrorstampingblok. Deze kan eraf, die veeg ik schoon. En dan leg je je papiertje, waar die dus op moet. Oh, ik heb heel veel rommel verzameld. Weer op 2,5. Plak hem even vast. En dan kan ik de deur weer dicht doen. Even goed aanduwen. En zo heb je een spiegelbeeld van het hertje in het water. Maar we hebben ook de bomen nog. De bomen moeten er ook nog bij. Dus ik maak even het spiegelbeeldblok, de mirrorstampingblok, schoon. En dan pak ik de bomen. En deze boom hebben we ongeveer hier in zijn spiegelbeeld. En plak die even aan de achterkant vast, zo. 2,5 hou ik hem maar op. Deze moet hier. Stempel optillen. Papier eronder weg. Plak je hem in je stempelhulp. Deze die zit niet meer op zijn plek, dus die gaan we ook iets verplaatsen. Dat die wel stempelt op de mirrorstamping. Dan ga ik die beinkten met zwart. Maar hij hoeft niet helemaal, want ik hoef alleen maar het bovenste gedeelte. Dan de deur weer dicht, de deur weer open. Ik heb een beetje smal beeld, dus ik hoop dat jullie alles een beetje kunnen volgen zo. Ik herhaal het maar even 2 keer, dat er goed inkt aan het mirrorstampingblok zit. Nou, die zit weer, is weer beinkt. Deze halen we er weer uit. Leg ik mijn kaart weer op 2,5. Even kijken, die kan daar nog. En dan doen we de deur weer dicht. Duwen we hem even wat aan. Even spieken. Ja, dan hebben we die boom al. En dan hebben we nog boom 2, daar wil ik ook wat spiegelbeeld van. Oh, met de plakkant naar beneden. Die ligt ongeveer hier. Nou, dat is mooi te onthouden. Die beinkt je weer. In dit geval weer met zwart. Neem je de inkt weer op met je hulp. Je stempelhulp. En je blok. Deur weer open. Dan zit dus de inkt op het stempelblok. Deze kan eruit. Die maken we schoon. Zo, en deze leggen we weer op 2,5. En dan even kijken, want ik heb hem een beetje te groot gemaakt, geloof ik. Hij moet ietsjes korter. Dan veeg ik nog een klein stukje weg. Zo, deurtje dicht. En zo hebben we het spiegelbeeld van de andere dennenboom. Christine, dat is een stampchamois. Dat doekje waar ik het mee schoonmaak. Hoef je alleen maar nat te maken en je kan alle stempels schoonmaken. Nou, zo hebben we dus spiegelbeeld gestempeld. Dan had ik de kaart verder nog wat afgewerkt met een
Eens. Deze kan eraf, je beschermdingetje. Nou, kom op. Ik ben mijn nagel kwijt, dus het gaat niet zo snel. Ja, daar gaat hij. Zo. Nou kan je ook nog even zeggen van ik wil die oever ook nog in spiegelbeeld. Dan pak je weer de stencils die je gebruikt hebt voor de oever. Die leg je dan weer in spiegelbeeld. Ik heb hem niet helemaal schoon, zie ik. Die leg je dan weer voorover geklapt op de plek van de oevertjes. Heel lichtjes tap je daar wat bruine inkt overheen. Niet te veel. Kijk, zo heb je een mooi... Ik zal hem iets dichterbij halen. Dan hoop ik dat jullie het kunnen zien hoe de schaduw gestempeld is. Dan heb ik hem verder nog afgewerkt met een beetje bruine inkt langs de buitenkant. Zodat hij wat ja, meer een diepere inkijk heeft. En denk erom, hè, als je natte vingers hebt, vochtige handen, pak even een doekje en hou daar je kaart mee vast. Want heb je vochtige vingers, distress inkt pakt alles aan wat een beetje water is. Dus dan, als je dan een doekje neemt, dan weet je zeker dat het goed gaat. Nou, zo kan je dus nog een beetje een dromerige uiterlijk eraan geven. Met een beetje bruine inkt langs de randjes. Ik heb er nog een touwtje omheen gedaan, want anders vond ik hem wel erg kaal. Dus ik heb gewoon een stukje juttetouw heb ik er omheen gewikkeld. Even kijken, andersom. Zo. Strikje erin. Nou, dan heb ik nog wat blaadjes. Ik heb meestal wel wat blaadjes op voorraad die ik gestanst heb. Altijd wel leuk. Dit zijn de blaadjes van Noordesign van de kerst. Daar stans je er een heleboel in één keer uit. Altijd leuk wat blaadjes erbij. Ik heb even mijn lijmpistool aangezet, dus die zal zo warm worden. Dan kunnen we ze erop plakken. Ik pak er nog even een bloemetje bij. Die had ik nog niet klaargelegd, dus die pak ik er nu nog even bij. Even een roosje. Een rood roosje vind ik wel leuk. Doet een beetje aan de kerst denken. Je kan er ook nog een tekststempel overheen doen. En mijn heat tool is aan het warm, of mijn... Hoe heet dat? Mijn lijmpistool is aan het warm worden. Dus ik doe ondertussen... Oh. Zijn jullie er nog? Of? Nee. Nou, volgens mij ben ik... op mijn telefoon ben ik er nog wel. Op Facebook zie ik me niet meer. Ja, en die gebruik ik nog steeds. En daar pak ik gewoon een deel foambouwklei uit. En die plak ik op de middenweg van de oever. Ja, volgens mij ben ik echt weg. Ja, ik ben echt weg. Nou.